Ram, welkom bij jullie liefdesreading voor de maand december 2022. We gaan kijken welke boodschappen Ram mag ontvangen voor de maand december. Dit is voor iedereen die Ram in zijn zon, maan of ascendant heeft. En dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet voor iedere Ram resoneren. Neem daarom alleen mee wat resoneert en laat de rest los. Probeer het niet passend te maken. En voor iedereen die geïnteresseerd is in een Ram of een relatie heeft met Ram, jullie zijn natuurlijk ook welkom om deze reading te beluisteren, te bekijken. Ik ga beginnen met de Romans Angels. Universum, welke boodschappen mogen er uitkomen voor het sterrenbeeld Ram voor de maand december 2022 op het gebied van liefde? Wat mag de Ram verwachten op het gebied van liefde voor de maand december 2022? Graag een heldere en duidelijke boodschap. Dank u wel. Nog twee kaarten alsjeblieft voor Ram. Ram in liefde. Twee kaarten nog voor het sterrenbeeld Ram als het gaat om liefde. Dank u wel. Voor de maand december. Nog één kaart alsjeblieft. Eén kaart nog voor Ram. Eén boodschap. Eén boodschap voor sterrenbeeld Ram. En het zijn er twee. Dus we nemen ze allemaal mee. En we gaan kijken wat eruit is gekomen. Ik leg ze even op goede volgorde. Als eerste hebben we de kaart Forgiving and Learning. Vergeven en leren. Als jij het verleden loslaat en heelt van het verleden, zul je in het huidige moment meer liefde ervaren. Dus inderdaad, vergeving is heel erg belangrijk. En niet alleen, ja, mocht iemand je heel erg veel pijn hebben gedaan, dan is het natuurlijk moeilijk om die persoon te vergeven. Maar doe het voor jezelf, om die blokkade op te heffen en dit niet langer mee te nemen naar de toekomst. En dan hebben we Express Your Love, uit je liefde. Go ahead and make the romantic gesture. Dus ga en maak dat romantische gebaar. Ik leg hem hier neer. Dan hebben we de kaart Separation, scheiding. Time apart from your partners on the horizon. Dus er zit een periode aan te komen waarbij je gescheiden zult zijn van je partner. En deze kwam er ook uit bij boogschutter. Dus wellicht dat jullie inderdaad aan een boogschutter denken op dit moment. Of een relatie hebben met een boogschutter. En we hebben de kaart bevrijd jezelf. Free yourself. Het is tijd om de controle over je leven terug te nemen. Dus kijk hoe dit kan resoneren met jouw situatie, met je relatie wellicht. We gaan de Grand Luxe Tarot schudden. En ik wil als eerste drie kaarten voor jullie energie, Ram. Hoe kijkt Ram tegen deze connectie, deze relatie aan? Wat is de energie van Ram die wij mogen ontvangen als het gaat om liefde in de maand december, universum? Wat is de energie van Ram als het gaat om de persoon waar zij op dit moment aan denken? Het gaat om een bepaalde relatie, het gaat om liefde. Voor alle single rammen, dit kan ook een boodschap zijn inderdaad over de persoon die je wellicht in de maand december nog zal ontmoeten. We gaan kijken, wat is jullie energieram? Oh. Ja, dankjewel. Nog twee kaarten voor de energie van Ram. Welke boodschap mag Ram ontvangen? En ze vliegen eruit. Ja, we hebben de staven 2. Vuurenergie Ram, leeuw, boogschutter. We hebben de zwaarden 6. Luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. En we hebben de krachtkaart. En dit is leeuwenergie. Ik leg ze onder elkaar. Dit is jullie energie. Onder op het dek hebben we de kelken 6. Ram, het kan zijn dat je te maken hebt met
een soulmate met de kelken 6 die we hier hebben liggen. Met de krachtkaart heb ik het gevoel dat een bepaalde situatie verlaten je heel veel kracht kost, heel veel energie kost. Dat kan ook een reden zijn om de situatie te verlaten, want je staat op een kruispunt met die staven 2. En je hebt een bepaalde situatie verlaten of je wil een bepaalde situatie verlaten. Met de staven 2 sta je nog met één been in het heden en met het tweede been buiten. Je kijkt naar de toekomst, je denkt na over een bepaalde situatie, over een keuze die je wil maken. En het heeft te maken met ja, het verlaten of jezelf elders vestigen voor sommigen van jullie. Het kan zijn dat je samenwoont met iemand en inderdaad dat jullie voor een periode uit elkaar zullen gaan. Of dat je inderdaad een keuze maakt om ja, verder te gaan, een andere richting uit te gaan. Je gaat een situatie van conflict, stress verlaten. Tijd van je partner ligt aan de horizon en we hebben hier bevrijd jezelf. En dat is dus inderdaad jouw energie die er ook uitkomt met de zwaarden 6 en de staven 2. Wat is de energie van de persoon waar Ram mee te maken heeft, de persoon waar Ram aan denkt? Hoe kijkt deze persoon tegen deze connectie aan? De persoon van Ram. De persoon van Ram. Wat is de energie van de persoon van Ram? Hoe kijkt deze persoon tegen de connectie, tegen de relatie aan? Want het gaat om liefde. Voor de maand december. Persoon van Ram. Nog 2 kaarten alsjeblieft, universum. Eerste kaart die er voor je persoon is uitgekomen is de koningin van kelken. Dus Ram, je kunt te maken hebben met een schorpioen, kreeft, vissen. Oeh, en we hebben nog een koningin. Koningin van zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman. Nog 1 kaart voor de persoon van Ram. Nog 1 kaart voor de persoon van Ram. Hoe ervaart deze persoon de connectie, de relatie tussen Ram en hem of haarzelf? De wereldkaart. De wereldkaart staat voor een gelukkig einde. Een einde en een nieuwe reis aan willen gaan. We hebben 2 koninginnen bij je persoon liggen. Het kan zijn dat deze persoon beide eigenschappen heeft. Of water en lucht in zijn of haar sterrenbeeld heeft in een plaatsing. Met de wereldkaart hebben we heel sterk stier, leeuw, waterman en schorpioen energie. Dus we hebben al 2 keer het sterrenbeeld leeuw hier op de tafel liggen. Het is tijd voor een volgende fase met de wereld. Een fase, een nieuw begin wat meer geluk brengt. Ik heb het gevoel dat deze persoon jou ziet inderdaad als iemand die de connectie heeft verlaten. Iemand die kiest voor zichzelf met die koningin van zwaarden. Dit kan jullie energie zijn. Iemand die duidelijke grenzen stelt. Weet wat goed voor haar is. Heel onafhankelijk is, wijs is door levenservaring. En mocht die energie van de koningin van kelken van je persoon zijn, deze persoon voelt heel veel liefde. Oeh, en onder op het dek hebben we de koning van kelken. Het kan ook zijn dat je persoon inderdaad voor een keuze staat. Een keuze uit 2, met 2 koninginnen. Dus we gaan het dadelijk verklaren. Ik wil eerst nog 3 kaarten voor de connectie. De connectie van Ram en zijn of haar persoon. De connectie van Ram in liefde. 3 kaarten voor de relatie, de connectie tussen Ram en zijn of haar persoon. De persoon aan wie Ram op dit moment denkt. 3 kaarten voor de relatie. 3 kaarten voor de relatie zoals die op dit moment is. Wat is de energie die eruit mag komen voor de relatie, universum? De relatie, de connectie van Ram en zijn of haar persoon. Oeh, de duivel.
De duivel komt als eerste eruit, steenbokenergie. Ja, dit kan een toxische, ongezonde relatie zijn. En het kan zo zijn dat jullie beiden dit zo ervaren. Dit kan ook een relatie zijn van vasthouden, blijven vasthouden aan elkaar. Terwijl je bewust bent van het feit dat het ongezond is. De duivel kan staan voor ongezonde gewoontes, kan staan voor verslavingen, kan staan voor ego, onzekerheid. Inderdaad, dingen die vooruitgang blokkeren met de duivel. En de duivel kan ook staan voor geobsedeerd zijn, voor passie. We hebben als tweede kaart voor de relatie de staven 9. En het is een heel donker beeld. Ik krijg hem ook niet lichter. Ik hoop dat jullie het wel goed kunnen zien. De staven 9. Dus dit is een connectie waarbij er sprake is van stress. De ander niet vertrouwen. Een muur opbouwen. Voorbereid zijn op allerlei zaken die mis kunnen gaan. Alert zijn. Maar dit is geen harmonieuze, liefdevolle sfeer. Nog een kaart voor de relatie. Het is vermoeiend. Je kunt te maken hebben met iemand die je leegzuigt, heb ik het gevoel. Zeker met die krachtkaart hier. De relatie voortzetten kost je heel veel energie, kost je heel veel kracht. En dan hebben we hier de zonkaart. En dit is de mooiste kaart uit het dek. Wederom leeuwenergie. Dus er is inderdaad met die duivel een bepaald soort verleiding, waardoor je steeds maar weer naar die persoon toegetrokken wordt, heb ik het gevoel. Maar de zon is een kaart van bevrijding. En onder de staven 9, een energie van uitgeput zijn, vol blijven houden, vast blijven houden aan een situatie, komt er dus een bevrijding. Ik heb het gevoel dat jullie beiden verlost willen worden, bevrijd willen worden uit deze situatie. Duidelijkheid, duidelijke communicatie ligt eronder op het dek. En dit is ook een kaart van een doorbraak. Dus er zal een doorbraak moeten plaatsvinden in deze connectie of plaatsvinden in de maand december. Ik ga de kaarten verklaren. Waarom ligt hier voor Ram de zwaarden 6? En die zon die kan ook staan voor bewustwording. En dat kan ook een spiritueel ontwaken zijn. Maar ik heb het gevoel dat jullie er beide van bewust zijn dat de connectie geen gezonde is. Waarom ligt hier de zwaarde 6 voor Ram Universum? Waarom ligt hier de zwaarde 6? De zwaarden 6. De zwaarde 6 wordt verklaard door de ridder van Kelken. Je wil richting je geluk met die ridder van Kelken. Je wil naar een kalmer vaarwater. De ridder van Kelken, dat geeft een hele harmonieuze, luchtige, vrolijke, plezierige sfeer weer. En ik heb het gevoel dat jullie uit een situatie komen waarbij er inderdaad stress is. Je zorgen maken, in je hoofd zitten, conflicten. En daar wil je van weg. Je wil naar kalmer vaarwater. Je wil meer rust in je hoofd. Ook weer op kracht te komen met die krachtkaart. Kijk, je wil een nieuw begin. Met de aas van pentakels onder op het dek. Iets wat stabiliteit brengt. Iets wat je rust brengt. En wat balans brengt met de gerechtigheid. Waarom ligt hier voor de persoon
Nou, en ik ben nog niet uitgesproken. Kijk, en we hebben hier de kaarten zwaarden 9. Ja, je zorgen maken, slapeloze nachten. Maar blijven denken aan een bepaalde situatie. Nachtmerries hebben. Van, ja, kom ik ooit los uit deze situatie? Of kan ik ooit inderdaad... vooruit gaan, is de boodschap. Waarom ligt hier de koningin van Kelken voor de persoon van Ram? De koningin van Kelken. Waarom ligt hier de koningin van Kelken? En omdat die duivel eruit kwam bij de relatie en niet bij de persoon, heb ik het gevoel dat ja, het gewoon een ongezonde connectie is tussen jullie beiden. Koningin van Kelken wordt verklaard door de aas van Kelken. Een nieuwe relatie, een nieuw begin. Opnieuw beginnen in een relatie. En dit kan ook te maken hebben met nieuw geluk. Koningin van Kelken is iemand die heel intuïtief is, empathisch is, kan helderziend, heldervoelend zijn, heel zorgzaam, kan een moederlijke energie zijn. En ook met die koningin van zwaarden, dat kan staan voor een alleenstaande ouder. Iemand die heel zorgzaam is, iemand die een relatie koestert en iemand die heel veel liefde te geven heeft. Kijk, en we hebben hier de pentakels 6, ja, een kaart van geven en nemen. Datgene terugkrijgen wat je geeft in een bepaalde situatie. Je persoon kan het gevoel hebben dat hij of zij heel veel geeft in een situatie. En dat jullie Ram emotioneel niet geven in een situatie met die koningin van zwaarden. Dat je wat koudkil, afstandelijk overkomt. Maar dit kan weer te maken hebben met ervaringen die je hebt opgedaan in het leven. Deze persoon wil wellicht nog geven in de connectie. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden voor de persoon van Ram? Koningin van zwaarden. Koningin van zwaarden, universum. Staven 4. Ja, dit is een basis, een stabiele basis. De 4 muren van een huis die stabiliteit bieden. Dit is ook een energie van een relatie naar een volgend level tillen. Het kan iemand zijn waar je mee samen hebt gewoond. Een gezin hebt. Maar we hebben hier ook de koningin van staven. Dus nog een koningin. Dus ik heb het gevoel dat er wel meerdere personen in deze connectie betrokken zijn. Het kan zijn dat je persoon jullie connectie geen prioriteit heeft gemaakt. Met die pentakel 6 inderdaad meer energie, meer tijd heeft besteed aan iemand anders. En dat kan letterlijk iemand anders zijn. Kan een situatie zijn, maar met die 3 koninginnen heb ik het gevoel dat dit ja, iemand anders is. En het kan een vuurteken zijn, Ram, Leeuw, Boogschutter. Of jij, Ram, bent de derde persoon in dit verhaal. Waarom ligt hier de wereldkaart? Waarom ligt hier de wereldkaart? Het kan zo zijn dat er in december, want we hebben deze kaart hieronder op het dek, kijk. En daaronder de toren en de aas van zwaarden, beide een nieuw begin. Maar er komt iets aan het licht, een plotselinge onthulling die ervoor zorgt dat er een grote verandering plaats zal vinden. En het heeft te maken met het verlaten van een bepaalde connectie, van een bepaalde relatie. De wereldkaart. En ik heb het gevoel dat er echt een soort van spirituele goddelijke begeleiding is. Dit komt aan het licht om inderdaad je ogen te openen. En ervoor te zorgen dat je actie onderneemt in een bepaalde situatie. De wereld. De wereld. De wereld. Ridder van staven.
Een hele gepassioneerde ridder, de reizende ridder ook wel. Dit kan letterlijk te maken hebben met reizen. En dit ligt bij je persoon. Het kan zijn dat je persoon een reis wil maken. Dit wil communiceren naar jou toe. Dat jij inderdaad die derde persoon bent met de koningin van staven. Het hoeft niet zo te zijn. Kijk gewoon hoe het resoneert. Nog een kaart voor de wereld. Maar dit is iemand die ook inconsistent kan zijn. In en uit. Houdt van het avontuur. Een avontuur aangaan. Iemand die geen stabiliteit kan bieden. Iemand die van alles belooft en het niet waar maakt. De wereldkaart. Ja, en dan de kelken drie. Iemand die houdt van plezier maken, feesten, uitgaan, vrienden, familie, het glas heffen. En dit kan ook staan inderdaad. Ja, ik zie hier verder geen kaarten van bedrog of wat dan ook. Maar we hebben drie koninginnen op het dek. Dus ja, dit kan iemand zijn inderdaad die elders prioriteiten, zijn prioriteiten heeft. En inderdaad... heel impulsief is, achter datgene aangaat wat hij of zij wil. Ja, zoals ik zei, niet die stabiliteit kan bieden die je wellicht wil in een connectie. Iemand die zich wellicht niet kan binden. De wereld is een gelukkig einde van een bepaalde situatie. Ridder van Staven. Ridder van Staven. Waar ligt hier de Ridder van Staven voor de persoon van Ram? De Ridder van Staven. Ja, dit is iemand die gaat voor zijn eigen geluk. Iemand die tevreden is. Iemand die ervan houdt inderdaad het leuk te hebben. Ja, dit is vrede, harmonie, dankbaarheid. Vrolijkheid. Genieten van het leven. Ja, dus ik heb het gevoel dat je persoon het prima vindt. En dat jullie inderdaad de relatie naar een volgend level willen tillen. En dit niet, ja, deze persoon is daar niet aan toe. En dit is niet hetgene wat je gelukkig maakt. Dus je staat op het kruispunt, Ram. En ik heb het gevoel dat jullie inderdaad de situatie gaan verlaten. Waar ligt die duivelenergie hier voor de relatie? Waar ligt de duivelenergie hier voor de relatie van Ram en zijn of haar persoon? Het is iemand die heel aantrekkelijk is. Er is heel veel passie, lichamelijke aantrekkingskracht heb ik het gevoel. Is iemand waar je echt ja, mee kan lachen. Iemand die ja, humor heeft. Iemand die inderdaad met verrassingen kan komen wat het spannend houdt, maar... voor de lange termijn ja, heb je het gevoel dat dit wellicht niks gaat worden. We hebben hier een schildknaap van pentakels. Je kunt te maken hebben met iemand die nog heel ja, kinderachtig, onvolwassen is. En dan de hoge priesteres. Er worden geheimen gehouden voor elkaar. Emoties. Ja, je hebt het gevoel dat deze persoon emotioneel niet geeft in de situatie. En dan hebben we een kelken 10. Kelke 10 is happily ever after. Kan een huwelijk zijn. Een sprookjeshuwelijk. Mensen om je heen inderdaad die liefdevol met elkaar omgaan. Het liefdevol opvoeden van kinderen. Kan te maken hebben met een geheim wat je persoon heeft. Je persoon kan gebonden zijn. Of jij, kijk hoe het resoneert. Maar ik heb het gevoel dat dit dan... je persoon zou zijn aangezien we die drie koninginnen hebben. En we hebben hier de doodkaart, een transformatie. Einde en een nieuw begin. Ja, en ik heb het gevoel die doodkaart, het einde en het nieuwe begin, die transformatie, dat is inderdaad loslaten. De controle terugnemen. Deze persoon kan een bepaalde mate van controle ook over je hebben gehad. Waarom ligt hier die staven 9? Want dit is wel iets wat langere tijd heeft geduurd, deze connectie. Met die staven 9. De staven 9.
Het kan zijn dat dit jouw persoon is en iemand anders de derde partij. Het kan ook iemand zijn die vooral gericht was bijvoorbeeld op zijn werk. Maar met die ridder van staven en de kelken drie, ja, en die drie koninginnen heb ik wel het gevoel dat er nog meerdere mensen gezorgd hebben voor een blokkade in jullie relatie, als het ware. We hebben de staven 9, wordt verklaard door de sterkaart. Ster is een kaart van healing. Ja, en de staven 9, dat is de gewonde strijder. Dus ik heb het gevoel dat je echt heel veel hebt meegemaakt. Emotioneel gezien, fysiek gezien, ben je als het ware opgebrand. En je hebt hier geen zin meer in. Dit conflict, constant op moeten letten. De persoon niet kunnen vertrouwen. Maar de ster is ook een kaart van hoopvol zijn naar de toekomst. Er is weer licht aan het einde van de tunnel. Het kan ook zijn dat je dromen hebt hierover. Staven 9. En weer die koningin van kelken. Intuïtief dingen aanvoelen. Je voelt eigenlijk haarfijn aan hoe de situatie in elkaar zit. Je hebt al je liefde gegeven, al je emotie gegeven in deze situatie. Je hebt die relatie gekoesterd. En je kreeg niet datgene terug wat je zelf hebt gegeven en wat je graag terug wil krijgen van iemand in een relatie. Waarom ligt hier de zon? Als laatste kaart, waarom ligt hier de zon voor de connectie van Ram, de zon? Er gaat dus onverwachts inderdaad iets aan het licht komen. Dat kan door een inzicht zijn, maar dat kan ook iets wat aan het licht komt, waardoor je eindelijk die stap kan zetten om de situatie te verlaten. Waardoor je eindelijk de moed, de durf hebt inderdaad om iets achter je te laten. De zon wordt verklaard door de zwaarde 7. Ja, er gaat iets aan het licht komen. De zon schijnt een licht op oneerlijkheid, op geheimen die gehouden zijn, op iets wat achter je rug om is gebeurd. En het kan zijn dat dit al is gebeurd en dan hebben we weer de toren. Een plotselinge onthulling die zorgt dat de toren neergaat. Die kelken 10. Dus het zogenaamde gelukkige sprookjeshuwelijk, deze gelukkige relatie, daar blijken dus geheimen in te zijn. En er gaat een einde plaatsvinden, er komt iets aan het licht. Er gaat een einde plaatsvinden aan onwetendheid, wat ervoor zorgt dat je op een kruispunt staat. En wat je heel veel kracht kost om inderdaad die actie te ondernemen, die stappen te zetten, maar er zal een scheiding plaatsvinden. En laat het verleden los. Probeer te helen van het verleden, dat hebben we hier met de sterkaart. Helen van die staven 9. En dan zul je inderdaad ook meer liefde ervaren. In het huidige moment, in de toekomst. Ja, ik heb het gevoel dat er oneerlijkheid, geheimen aan het licht zijn gekomen. Een torenmoment. We hebben hier een toren en hier een toren. We hebben dus heel sterk leeuwenenergie, watermanenergie, schorpioenenergie. Nogmaals schorpioen. Nogmaals leeuw, stier, leeuw, waterman, schorpioen. Dus dat zijn de sterkste energieën en we hebben met de duivel energie steenbok. Je gaat de situatie vanuit een ander perspectief zien. We hebben hier de gehangene vissen energie onder op het dek. Dus dit is wat ik voor jullie heb voor de maand december. Resoneer dat, laat me alsjeblieft een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wens jullie heel veel liefde en licht, Ram. En heel veel sterkte, heel veel succes in deze situatie, mocht het resoneren. En tot de volgende keer. Dag!